Ja, het is leuk soms even een gokje wagen, maar ja, kunnen we dat binnenkort nog doen? Ja, wij misschien wel, maar de voetbalclubs kunnen er in ieder geval geen geld meer aan gaan verdienen. Want zo snel als de gokmarkt openging, zo snel gaat hij waarschijnlijk ook weer dicht voor de Nederlandse BVO's. Hoe dat nu precies zit en wat er voor de clubs gaat veranderen, bespreken we hier met Fabian van der Poel. Fabian, we hebben jarenlang gewacht op de gokmarkt in Nederland, dat die open zou gaan. In Engeland kenden we het al, in Spanje, in andere landen, België. En dan voor de wedstrijd nog eventjes bij het stadion vaak nog even de toto invullen. Hè? Een eentje, een tweetje of een xje. Ja. In Nederland is het bijgekomen na heel lang wachten, gesteggel. En nu gaat het weer op slot, las ik. Ja, het is voor clubs ook bijna niet te bevatten. Als je de afgelopen maanden bekijkt wat er bij de politiek speelde, dan zat het er misschien wel aan te komen. Maar het is toch wel verrassend. En net terwijl de zilvervloot was in aantocht. Ja, nee, dat is het. Dus één stap terug nog even. De gokmarkt, dat is zo lang een gesprek geweest. Dat Ja. moest door de Eerste Tweede Kamer heen. Hoe lang heeft het ongeveer geduurd, schatting? Oktober, nou, hoe lang het proces er naartoe is Ja. geweest. Nou ja, de clubs hebben het al ongeveer in periode 2008, ging het er al over. Van nou, als de gokmarkt nog eens open gaat, dan komen we gouden bergen voor ons. Dan gaan wij daar aan verdienen. Ja, inderdaad, we zien clubs als Stoke City, die speelden jarenlang al met goksponsors. Het was een soort een oase in de woestijn van als we daarop gaan, als we die zien, wauw. Dat is het moment voor het Nederlands voetbal. Ja. Daar komen die miljoenen bij ons binnen. Ja, en niemand wist precies natuurlijk hoeveel, maar het ging om hele significante bedragen. En op 1 oktober vorig jaar, 2021, was het eindelijk zover. Toen ging je open. Toen zag je ook meteen dat clubs deals presenteerden. Ja. Want heel even, vrijwel elke club in Nederland heeft inmiddels een goksponsor. Net voordat we hier gingen zitten, zei hij tegen mij: het was een soort groot buffet en iedereen is snel gaan pakken wat ze konden. Ja, het is inderdaad het buffet werd de voetbalwereld ingereden met allerlei enorme taarten. En iedereen was er wat. Geen club zat zonder. Hè. Het was pakken wat je pakken kan. De ene club sloot een deal van meer dan 2 miljoen euro. Denk bijvoorbeeld aan Ajax nu met Unibet. De clubs in de KKD krijgen soms 2 ton. Nou ja, als je een begroting hebt van 2,5 miljoen euro, 3 miljoen euro, nou, dan heb je toch al over een paar procent al van je begroting. Er is eigenlijk een heel stuk, de voetbaleconomie is een heel stuk aangegroeid. Ja, dus heel positief voor de voetbaleconomie zou je zeggen, ja, voor de clubs. En je zou ook natuurlijk, hè, corona hebben we gehad, dus dat het de clubkassen raakte leeg, clubs kregen klappen. En dit was een soort totaal nieuwe inkomstenbron, extra. Te vergelijken met een biersponsor, hè, dat hebben clubs, een kledingsponsor. Nou, ik gaf je volgens mij net het voorbeeld van een club als Manchester United is daar echt een koning in. Die hebben in Indonesië een noedelsponsor, ze hebben horlogesponsors. Je kunt zo gek niet zo bedenken of die hebben een sponsor. Nou, Nederlandse clubs hebben dat niet zo ver, maar wel een bettingpartner. Ja, dat was een uitkomst, ja. Ook voor de bettingpartijen. Want die wilden gezien worden, die wilden opvallen. En er zijn er nogal wat, hè? Er zijn er nogal wat, ja. En precies dat is eigenlijk de reden dat het nu ook toch de verkeerde kant is opgegaan voor de clubs. Want nadat de markt openging, zijn die bettingkantoren ja, als een gek reclame gaan maken. Het is, ja, die moesten marktaandeel veroveren. En sommige, zoals Bet City, waar mensen dat een nieuwe partij op de markt, die moesten gewoon hun naam maken. Dus ja, het was overal. Maar echt letterlijk overal. Hè? Televisie ja. ging aan, bettingpartner, bushokje, poser, bettingpartner. Je ontkwam er niet meer aan. Je ontkwam er niet meer aan. En dat heeft eigenlijk op een gegeven moment toch dat ook verslavingsdeskundigen, de GGZ-instellingen, zijn zich gaan roeren van ja, het wordt wel erg veel. Kinderen worden ermee geconfronteerd. Ja, jong volwassenen misschien, hè, onder de pakweg 21 jaar. Die zien het steeds meer en dat heeft eigenlijk ook de politiek getriggerd om toch eens weer te kijken van al die reclame, wordt het niet wat veel? Ja, want eigenlijk kunnen we nu wel stellen dat ze misschien allemaal een beetje onderschat hebben in Den Haag. Hè? Dat ze hier akkoord voor hebben gegeven, dat ze nu zien van oh, het wordt wel heel veel. Kijk, ja, de legalisering aan zich is op zich een goede zaak, zeggen ze. Dat vindt ook de politiek zelf, want daarmee leid je Nederlandse consumenten naar legale partijen die ook regels na regels... Hoe zeg je dat?
regels hanteren, ook ja. op basis van gokgedrag. Als het te veel, dan word je gestopt, kun je in limieten basis, instellen. Alles wordt eigenlijk gemonitord. Hè? Op het moment dat ze weten dat jij verstaansgevoelig bent, zeggen ze van, nou, als je 100 euro per dag speelt, dat kan wel. Als het meer wordt, dan kunnen we ingrijpen. Dit zijn eigenlijk de veilige partijen, zo gezegd. Terwijl je ook bijvoorbeeld partijen in Costa Rica en Curaçao die je leegtrekken. Precies. Dus dat zijn deze partijen. Maar die zijn dan weer zoveel reclame gaan maken dat ze inderdaad in Den Haag hebben gedacht van, ho, dit gaat te ver. En dan moet je ook denken aan, het begon natuurlijk met tv-reclame, werd al bijvoorbeeld verlaat in de avond. Dat kinderen het niet meer zagen. En toen kwam dus een cruciaal punt, is dat het ging goksponsoring, hè, zoals we dit eigenlijk noemen, zou dat gaan vallen onder het reclameverbod dat eigenlijk was aangekondigd. Mm. En vorige week is in de Tweede Kamer gestemd om dit wel te doen. Okay, dus dat betekent eigenlijk meer of meer dat een voetbalclub niet meer met Unibet op de borst kan spelen, of Toto op de mouw, hè, zoals bij clubs als Feyenoord en PSV. Dat is straks geworden, want dat is eigenlijk ongerichte reclame. Want je weet niet bij wie dat ziet. Nee. In feite ziet iedereen het. Ja, maar hier zit wel een heel belangrijk verschil. Hè? Want eerst, dat noemden we hier het Andy van der Meijden effect. Ja. Die reclames met vooral bekende Nederlanders en Wesley Sneijder en Sjaak Zwart. En iedereen kwam voorbij. En het was het van, daar moet mee gestopt worden met dat onderdeel. Alleen ik denk dat heel veel clubs toen nog hebben gedacht van, ja, de BN'ers mogen geen reclame meer maken. Maar als wij een logootje van Toto op de mouw hebben staan, dat zal wel goed gaan, toch? En dat is nu van gezegd, nee, dat mag niet meer. Nee, en dat is ook een behoorlijke klap voor clubs. En sommige clubs die begrijpen ook wel de maatschappelijke gevoeligheid van de deals. Hè, dat ze zeggen, ja, promoten wij gokken, is dat goed? Ja, misschien niet. Hè, dat zou je kunnen stellen. Maar ze zeggen ook, ja, wij zijn bedrijven, we zijn een business. Wij moeten geld verdienen. En zoals ik je net al aangaf, ja, je hebt het soms over, ik denk dat alle deals samen ongeveer 5% van de Nederlandse voetbaleconomie zijn. He, dus de voetbaleconomie is pak een beetje 600 miljoen euro groot, iets kleiner. Nou, die deals zijn samen 20 tot 30 miljoen. Dat is gewoon behoorlijk geld. Dat is zeer behoorlijk geld. Ja, en die inkomsten, die valt eigenlijk grotendeels weg. En dat is niet meteen zo. Zoals het er nu naar uitziet, is dat per 1 januari 2025. Eigenlijk zou het verbod al komende januari ingaan, dus volgend jaar. Maar de sport heeft 2 jaar uitstel gekregen. Oké. Om eigenlijk de kans gegeven om om nieuwe mogelijkheden of vervangende sponsor te vinden. Maar, dat zeggen ook de gokbedrijven zelf en de clubs, voor een bettingpartner is niet een alternatief. Hè? Kijk, als je een bettingpartij als hoofdsponsor hebt, ik noem bijvoorbeeld AZ, dus die hebben een casino op hun borst staan. Casino, hè? Het heet Casino, het is een casino. Oké. Die kunnen daar wel een andere sponsor voor vinden, zou je zeggen. Maar als je het hebt over een bettingpartner, dat is compleet iets anders. Dat is niet zomaar te vervangen. Nee, dus dat is gewoon geld wat in die zin verdwijnt bij de voetbalclubs. Ja. En wat ik dan interessant vind, daar heb jij wat meer in verdiept. In hoeverre gaat dit clubs raken? Want even dan gewoon een stukje van hun inkomsten. Ja, net ze hadden zich net eigenlijk rijk gerekend. Het is altijd de vraag waar dat geld heen gaat. Je kan zeggen dat ze dat geld kunnen benutten om jeugdtrainers beter te betalen, om ze beter te maken, om ze te scholen, of het uitbreiden van je faciliteiten. Jij loopt een tijdje mee in de voetballerij, toch? Ja. Als er een tonnetje meer binnenkomt, dan weet je toch waar dat tonnetje beter gaat. Betere spelers. Kijk. Dus dan kun je altijd afvragen van, ja, dat vergt dat je weer creatief moet zijn om spelers of minder te betalen, verder te scouten. Dat is moeilijk te zeggen, maar ja, er valt gewoon een hoop geld weg. Ja, maar nu kan ik me voorstellen dat een club als Ajax, die krijgt een paar miljoen van Unibet. Dat is heel vervelend, maar die hebben nog Champions League inkomsten, die hebben andere inkomsten. Ik zit dan te denken aan een club als Telstar bijvoorbeeld, wat natuurlijk al een vrij bescheiden begroting heeft. Ja, dus stel je voor, hè, dat ik zou denken dat die deal van Telstar, die is 2 ton waard. Die hebben een begroting van, laten we zeggen, rondom de 3. Ik denk net dat bedrag. Ja, dat was extra geld en Telstar heeft dat altijd de eindjes aan elkaar knopen. Dus dit bedrag, ja, laten we zeggen, bij Telstar spelen jongens, die verdienen het minimumloon om een kans te krijgen in profvoetbal. Zomaar even een contractverbetering zit er daar niet in. Nou, dit gaf dit soort clubs wat ademruimte om toch
om die jongens iets meer te geven. Of om te zeggen, in plaats van 18 jongens nemen we 21 jongens op in de selectie. Hè? We krijgen wel meer jongens krijgen een kans. Investeren. Ja, het is niet zoals dat misschien bij de alle grotere clubs gaat. Van in plaats van 5 ton krijg je 5,5 ton. Ja, weet je. Die jongens daar hoeven we geen zorgen om te maken. Dat komt wel goed. Nee. Ja, het enige waar ik dan nu nog aan kan denken is dat in 2025 het televisiecontract afloopt. Vaak met Tom Knipping hierover gehad. En ja, het moet opnieuw onderhandeld worden, waardoor er waarschijnlijk meer geld vrijkomt. Maar ja, de clubs hadden zich ook alweer rijk gerekend dat dat weer extra geld zou zijn, wat ze er bovenop zouden kunnen doen. Zie jij mogelijkheden ten aanzien van die wetcontracten om dan toch een nieuw buffet te vinden? Een nieuwe pot met goud? Een nieuwe pot met goud. Ik zie niet heel veel mogelijkheden. Misschien dat de tv-rechten iets omhoog kunnen, omdat alle streamingdiensten zitten elkaar concurreren elkaar suf met programma's en het aanbod. Dat kan helpen. Wat ook wel weer nadelig is, je hebt een hele grote bookmaker die adverteert ook op de boarding in Nederland. Ja. Bet365. Mm-hmm. Die valt ook weg. En dat was natuurlijk net ook weer zo'n mooie sponsor die in beeld was. Ja, TV. Die dus flink betaalde. Ja. Ja, dus dat maakt de tv-rechten misschien ook wel aantrekkelijk. Ja, maar dan stapelen de problemen zich een klein beetje op voor de clubs. Is er nog een uitweg? Ik bedoel, het heeft heel lang geduurd om uiteindelijk die wetkantoren in Nederland te krijgen. Ja. Is er ook nog een manier om te zeggen van januari 2025, we gaan nog eens proberen om het in ieder geval te vertragen naar 2027? Er zijn niet veel mogelijkheden om in beroep te gaan, bijvoorbeeld tegen dit besluit. Maar wat de clubs wel gaan doen is eigenlijk, ze gaan toch een soort lobby starten om met een sectorbreed plan te komen. Om toch misschien wel politici op een andere gedachte te brengen. Om toch te kijken wat er wel mogelijk is. Of dat ze misschien... want ja, kijk, wat het eigenlijk is, de gokindustrie heeft niet veel vrienden. Heel veel mensen zijn fel tegen. Maar je hebt, de mensen die voor zijn lauwwarm ervoor. Die geven er niet zoveel om. Nee. Je hebt hier hartstochtelijke verdedigers van. Je bent fan van een voetbalclub, maar niet zozeer fan van een wetkantoor. Je zegt van, daar ga ik eens even een waard voor maken. Dus, maar wat de voetbalwereld toch gaat proberen te doen, is die mensen met een andere bril te laten kijken naar het besluit dat ze hebben genomen. En naar de gokindustrie en wat dat betekent voor het voetbal. En dan vermoed ik dat ze de kaart gaan trekken van wij zijn heel verantwoord bezig. Een beetje als Unibet toen ze in de markt kwamen van dat ze ook juist benadrukken. Wij gaan ook heel veel investeren in... Dat hoor ik vaker, dat hoor ik ook bij andere clubs. En wie weet slaat dat verhaal dan aan. Nou, of het kans maakt. Ja, dat wil ik toch even afsluiten. Gokje, maakt het een kans? Of ik gok? Nee, dit is even een gokje nu. Jij gaat een gokje wagen, want we zitten toch in dat verhaal. Ja. Gaat het een kans maken of is het zometeen... gewoon gedaan en moeten de clubs op zoek naar nieuw geld? Ik, gezien de mensen die ik allemaal heb gesproken, ben ik niet heel optimistisch dat ze op een andere gedachte gebracht kunnen worden. Maar er blijven misschien wel mogelijkheden over die clubs kunnen benutten. Niet alles. Shirtreclame zal dan bijvoorbeeld verdwijnen. Of een stadion nog naar een bookmaker vernoemd kan worden. Dat zal waarschijnlijk ook niet. Maar wie weet... zijn er toch wel weer mogelijkheden. En ik sprak ook een sportmarketeer die zei, ja, we gaan andere mogelijkheden benutten. Creatief, zijn. Ja, niet bij de pakken neerzitten. Nou, laten we hopen dat dan gaat lukken. Want ondanks wat je ook vindt van wetkantoren, gokkantoren, het is ook wel goed als in de Nederlandse voetbaleconomie geld gepompt wordt. Daar worden we allemaal beter van. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Zo simpel is het. Fabian, dankjewel. Ja, Fabian heeft hier dus met heel veel mensen over gesproken en een heel goed artikel geschreven. Dat lees je nu op VI Pro, dus ga dat vooral bekijken. Voor meer video's ga ook naar YouTube, vi.nl en hier op VI Pro. En dan zeg ik tot de volgende.